Dit is een van onze jongste duurtesters. En dan zou je zeggen, Opel Zafira die is toch al lang aan de markt. Dat klopt. Alleen deze rijdt op aardgas en dat is wel nieuw. Nou, het grappige is, in Duitsland krijgt een auto belastingtechnisch voordeel als hij alleen maar op aardgas rijdt. En dan moet je bewijzen door maar een kleine benzinetank te installeren. In dit geval kan er 15 liter benzine in, echt alleen een reserve. Je moet dus genoeg aardgas kunnen tanken om de auto in dagelijkse praktijk te kunnen gebruiken. Ik ga uitzoeken of dat een beetje werkt, of je er nog wel naar je zin hebt in die auto, door een klein ritje naar het drielandenpunt. En dan heb ik het niet over vals. Ik ga een kleine omweg maken via Twente, want ik moet even een fotograaf oppikken en dan op naar het zuiden. En je merkt dat het geen lichte auto is. We zijn maar met twee man. Maar die 1.6 turbo moet er behoorlijk aan sleuren. En pas boven de 3000 toeren wordt hij echt wakker op de snelweg. In zijn vijfde en zesde versnelling, heuvel op, is het moeizaam hoor. Vaak moet je terug naar 4 om echt weer een beetje vaart te maken. Terwijl hij toch behoorlijk wat vermogen heeft. Tankstation invoeren en op naar de volgende pomp. Ik ben niet wild enthousiast, laat ik het voorzichtig zeggen. De Zafira gaat natuurlijk heel wat jaren mee. Hij is gebaseerd op de vorige Astra. En als je in de Zafira rijdt, merk je weer wat voor grote stappen Opel heeft gemaakt met die nieuwe Astra. Want op bepaalde zaken loopt deze Zafira toch wel achter, hoor. Vooral het onderstel. De auto is behoorlijk hard. En dat vinden we normaal niet zo erg, maar dan moet hij wel strak zijn als een soort beloning. Maar dat is hij ook niet. Als je kijkt naar de nieuwe Renault Sneak, die ligt veel strak op de weg en hij is veel comfortabeler dan die Zafira. De tankstations zitten trouwens lang niet allemaal langs de snelweg. Je moet dus helemaal de stad in om te kunnen tanken. Ja, je komt nog eens ergens, maar efficiënt is anders. Het oranje lampje knippert weer een tijdje. Aardgas bijna op. En dan moeten we weer benzine de laatste restjes doen, want het tankstation is nog even weg, een kilometer of 15 nog. Ja, daar gaat hij. En ik rijd weer op benzine. Ik denk een litertje of anderhalf, twee. En dan kunnen we weer aardgas tanken. Zo gaat het iedere keer. Nou, we hebben het gered ondanks die sneeuwstorm van gisteren. Altijd leuk als je auto nog op zomerbanden staat. Sneeuw is inmiddels weer weggeregend, want het is een halve graad tot 1 graad boven nul. Helemaal lekker. Maar ik moet zeggen, de Duitse gas of de Nederlandse gas, waar we naar op zoek waren, het maakt niet zoveel uit hoor. 280, 290 kilometer, dan zit je weer leeg en moet je weer op zoek naar een tankstation. En snel ook. Je vakantie wordt wel een groot avontuur, maar ideaal is anders.